In deze les zoomen we kort in op de vraag: hey, ik heb meer klanten nodig, wat moet ik doen? En voordat we die vraag kunnen beantwoorden, ligt er eigenlijk nog een vraag aan de grondslag. Heb je echt een klantprobleem of heb je een leadprobleem? Laat ik het uitleggen. Stel, we hebben in deze cirkel allemaal potentiële klanten. Laten we zeggen je e-maillijst, je Instagram-volgers, de netwerkevents waar je spreekt, noem maar op. Dit zijn potentiële klanten. En van die potentiële klanten is er eigenlijk altijd een gedeelte wat nooit gaat komen. Dat je volgt omdat ze je toevallig via kennen, je op een andere manier inspirerend vinden, maar niks van je willen. En daar zal ook een gedeelte zijn wat zich op een gegeven moment aan je irriteert. Dat is ook helemaal niet erg. En die verlaten dan eigenlijk weer de cirkel van potentiële klanten. Dan hebben we daarboven in de cirkel van potentiële klanten de mensen die eigenlijk heel erg koopklaar zijn. Die denken, oh, ik zit op je te wachten. Ik wil dit aanbod, dit is echt voor mij. En dan hebben we nog een heel groot gedeelte wat ja, het wel leuk vindt en misschien ooit koopklaar wordt. Of misschien ooit vertrekt naar, nou, bij haar of bij hem ga ik niks kopen. En wat we eigenlijk hebben in de vraag, ik wil meer klanten, is als de vijver van potentiële klanten, dus dit gedeelte, veel te klein is, dan kunnen we steeds maar weer het aanbod doen. Nog een keer, joehoe, mijn aanbod. Maar dan wordt het op een gegeven moment een beetje alsof je op een totaal lege markt alleen maar aan het schreeuwen bent. Dat werkt niet. Dus als je bubbel te klein is en we kunnen er vaak van uitgaan dat ongeveer 5 tot 10% koopklaar is. En als dat 5 tot 10% is op 10 mensen, ja, dan is dat eigenlijk niemand. Dan mogen we eerst de bubbel met potentiële klanten vergroten door naamsbekendheid te creëren. Nou, wat kun je daarvoor doen? Ga ook even naar de extra materialen over het vergroten eigenlijk van je bereik. Denk hierbij aan content maken. Denk hierbij aan in gesprek gaan met je potentiële klant. In gesprek gaan met je potentiële doelgroep. Door bijvoorbeeld de onderzoeksmethode te gebruiken. Ik heb even een apart videootje over de onderzoeksmethode gemaakt. Maar dat is bijvoorbeeld dat je op Facebookgroepen zoals een Business Babes, een Ambitieuze Meisjes, een Freelancer Site, noem maar op, in gesprek gaat met je doelgroep. Door te zeggen van, hey, ik wil graag dit en dit gaan doen. Ik wil daar graag wat vragen over stellen. En dan hoef je ook nog helemaal niet in de salesmodus te zitten. Want het idee, de intentie daarvan is om in gesprek te gaan met je doelgroep. A, beter je aanbod te kunnen definiëren, maar ook je bereik te vergroten. Het kan ook zijn door letterlijk, fysiek, je potentiële doelgroep op te zoeken. Door, stel je hebt een veganistisch product, een keer een veganistische supermarkt op te bellen om te vragen of je daar mag gaan samplen met jouw product. Veel meer mensen leren je zo kennen en zo wordt het bereik vergroot. Dus wat is je probleem? Heb je een bereikprobleem? Of zeg je nou eigenlijk heb ik duizenden volgers, duizenden mensen op mijn nieuwsbrief, duizenden mensen in mijn straal, maar het werkt niet. Dan kan het of zijn het aanbod sluit simpelweg niet aan door in gesprek te gaan met die doelgroep ook weer. De vragenlijstmethode. Ik wil wat creëren. Waar loop je tegenaan? Wat is je grootste behoefte? En dat hoeft niet alleen maar voor dienstverleners te zijn. Bijvoorbeeld een andere klant van mij die verkoopt sieraden. En zij heeft in haar bereik een soort van testje uitgezet. Een soort van moodboard test. Of mensen daar aan mee wilden doen. Om veel meer te kijken. De sfeer, de beleving die ik probeer te creëren. Sluit die nou eigenlijk wel aan? En het helpt daarin heel vaak om een soort van beloning erin te zetten. Nou, doe mee met de vragenlijst, doe mee met het testje. Help mij en krijg X, Y, Z. Een ander probleem als je zegt, mijn bereik is niet het probleem, maar mijn aantal verkopen. Dan kan het naast, sluit het aanbod wel echt aan, ook liggen aan, doe je eigenlijk wel een aanbod?
doe je vaak een aanbod? Hoe vaak doe je überhaupt een aanbod? Want het is eigenlijk een utopie dat als iets achter in je webshop staat, achter op je website, dat mensen het vanzelf wel kopen. Hoe vaak doe je actief het aanbod? Hoe vaak plaats je een linkje waar mensen kunnen kopen? Dus de grootste vraag in ik heb meer klanten nodig, is eerst inzoomen op de vraag, heb je eigenlijk een lead-probleem, een bereikprobleem? Dan ga je naar de acties om daar aan te werken. Of heb je echt een verkoopprobleem, waarin we inzoomen, hey, ligt het in het aanbod? Of ligt het veel meer in de frequentie en het doen van een aanbod? Waarin ik persoonlijk ook geloof in het mantra, verkopen is helpen. En je helpt klanten dus oprecht om vaker een aanbod te doen, vaker te laten weten dat er iets te kopen is. Want laten we eerlijk zijn, mensen zijn ook gewoon dol op kopen. En we weten allemaal dat door het kopen van een aanbod we uiteindelijk echt geholpen kunnen worden.